Wij zijn hier aangekomen op Carverdië. Op Boa Vista. Dat is een eiland. En op zich hebben we wel een goede vlucht gehad en zo. En gisteren hebben we een hele dag bij het zwembad gelegen. Even Trieschort een beetje ontdekt. En vandaag hebben we eigenlijk bij het zwembad gelegen. En een beetje bij het strand. En het begon. Ja, mijn oren even schoon met een beetje nerveus. Want het is heel interessant als je mijn oren zit. En het begon zeg maar net een beetje te regenen. En het is niet zeg maar regen zoals in Nederland. Het is gewoon echt sputteren en een beetje miezer regen. Maar wel dat het zeg maar weer helemaal nat werd. Dus we hebben naar de hotelkamer gaan. En even klaar aanmaken om van de spelletjes te gaan doen bij zo'n bar hier. Dus dat is het plan voor vandaag nog. En voor de rest hebben we gewoon echt een hele relaxe dag. Want we zijn gisteren aangekomen en het is best wel aan de tijd. Want het is 3 uurtjes eerder dan Nederland. En ik heb ook het gevoel dat het al 8 is, maar het is nog maar 4 uur. En we voelen het 7 uur. Maar op zich is het ook wel leuk. En morgen hebben we al een uitje gepland. En dat gaan we dan even kwadreizen, heel leuk. En voor de rest nog even kijken wat we gaan doen deze week. En dit is de outfit die ik aan heb. Nou, goedemorgen. Het is nu alweer de volgende dag. En we zijn nu onder het ontbijt aan het lopen. En daarna gaan we naar een quadtour doen. En we zijn net aan het klaarmaken. En toen ging ik de brandalarm af. En ik dacht van oké, wat gaat er nou weer gebeuren? Maar toen, Iris op de gang te kijken. En zij toch is allemaal naar buiten gelopen. En er was natuurlijk iets aan de hand. Maar het is wel even, toch van, er zat het hele hotel in de brand. Maar dat was gelukkig niet. En daar hebben we eigenlijk gewoon meteen aan het zwembad gelegen en gewoon een beetje afgekoeld en best wel warm en gewoon lekker gezwommen. Ik heb het klaargemaakt voor het diner, doe ik aan. En we gaan nu even eten bij een Italiaans restaurantje op Griesvoort. Hebben we gereserveerd. Dus we nemen wel eventjes opzoeken, ik weet niet waar het is. Maar dat komt vast wel goed. En weet je niet wat we allemaal hebben, want ik denk het wel een beetje anders is dan van hier. Allemaal katten met jou ineens. Maar ja, dat is een beetje wat we gedaan hebben nu nog. Dus. Goedemiddag. Wij liggen lekker al de hele ochtend aan het zwembad en aan het strand. En het is vandaag. Het is vandaag alweer echt heel lekker weer. Dat is heel fijn. Ik vind alle dagen gewoon lekker weer 15 minuten. We hebben één dagje gewoon een beetje bewolkt. Maar ik ga nu zo bij. Dus dit is een beetje de toestand voor vandaag. Oké, ik heb daar een goede zonnebrandtip. Deze. Want ik had gemeld hiervoor een beetje dat ik haar bultjes ging krijgen. Ik denk van de zon of zo. Want het normaal in Nederland niet. Maar in ieder geval nu pak ik zeg maar deze. Het is de eerste zomer. Ik heb nu nog helemaal geen bultjes gehad. Van tegen zonneallergie denk ik. Tenminste, daar is het ook voor bedoeld, maar het werkt dus wel echt. Bij mij in ieder geval. Nou, ik wilde zeg maar vandaag even een hot of stoot massage doen, want toen ze hier zeg maar ook. Dus ik kwam zo bij die wellnessdings aan en toen zeiden ze van dat ik kon nu, omdat ik die steen moet worden opgewarmd. Dat is erg super logisch.
Maar toen zei ze ook dat je deze niet moet doen die verbrand was. En zei je arm een beetje een rode gloed, dat klopt. Maar dat hebben we maar eigenlijk altijd. Dus ik denk ik hopelijk wel weg, anders kan ik dus niet doen. Maar ik heb voor morgenochtend 9 uur een afspraak gemaakt. Dus ik hoop dat ik dat kan doen. En voor nu gaan we nog even naar de hoofdstad toe van het eiland. De taxi. Het is nu volgens mij iets van 5 uur of zo, 4:45. En ja, ik heb dus weer deze outfit aangetrokken. Omdat ik dus een beetje sunburned ben, achtig. Niet helemaal, maar ik snap wat ik bedoel. Ik moest in ieder geval niet meer zon opkomen. Dus ik morgen ook die massage kan doen. Dus ja, dat is eigenlijk het verhaal. Stad. En het is hier wel echt heel mooi. De zon gaat achter mij onder, zodat het hier wat even wat koeler wordt. En mensen liggen allemaal in het water en spelen op straat. Net zo alle gezellig is eruit. Het is wel echt heel anders dan bij ons natuurlijk. In Europa. Het is ook wel logisch, maar ja. Yeah. Don't know. Ik vind het wel heel mooi om te zien, maar gelijk net. Ik heb van jou wel echt heel goed. Ook al denk ik dat deze mensen misschien zo gelukkig zijn dan wij. Weet ik niet. Ik denk over het algemeen gezien misschien wel. We lopen nu langs de zee. En we lopen nu terug naar het hotel. Want vanaf hier kun je ongeveer een uurtje lopen naar het hotel gaan. Ik dacht van is wel leuk. Zie je wat meer van natuur ook. Want ik ben een paar keer over de weg heen gereden deze kant op. En nu zie je wat andere dingetjes. En het zag er heel leuk uit en heel mooi. We zijn nu onderweg naar de bus, want we gaan nu een excursie doen, de sterren kijken in het donker in de woestijn, dat is heel erg leuk. En ik heb vanmiddag vanochtend even een massage gehad en daarvoor nu nog een beetje last van de rug, maar het trekt al een beetje langzamerhand weg. Goedemorgen. Gisteravond hebben we de sterren gekeken in de woestijn. Dat vind ik wel heel leuk. Het eten was echt mega lekker. Lekker is anders eten dan in het hotel, is ook wel gewoon top. Maar het was gewoon super bewolkt doordat er zeg maar blijkbaar een zandstorm was geweest. Dus we konden zeg maar heel veel. Ja, niet zien. Alleen Jupiter gezien. Dat was wel heel leuk. Toen was dus ik ook wel heel vet. Maar ze was ook planeet die wel heel snel gezien volgens mij. Maar ja, het was wel gezellig en wel leuk. En ik heb leuk om meegemaakt hebben in de woestijn, zeg maar. En dan gaan we nu zo meteen dagje dag bij het zwembad liggen op het strand. Gewoon in ieder geval het hotel. We hebben nu voor aan het klaarmaken. En morgen hebben we nog een laatste excursie. Gaan we morgenavond schildpadden kijken. En daar heb ik ook wel heel veel zin in. En voor de rest is het nog gewoon een beetje relaxed, hè. Don't know what I'm feeling. Don't know how to keep my thoughts straight. Yeah. You got me second guessing. Thinking that I made a mistake. Even een beetje geslapen. Zelf een beetje, ik ben nu even een stukje aan het lopen langs het. Ik ben een keer de oceaan in geweest, vind ik gewoon een beetje eng, helaas. En later moet ik maar terug gaan lopen buiten vanaf het hoofdstad naar het hotel. Op het strand toen lag ik allemaal krabben en zo in de zee. Dus dat is niet zee, maar ik heb allemaal op het strand. En
Ja, dat was heel erg om te zien. Het groeide heel groot en het lijkt echt heel veel. Dus nachts kom je echt allemaal dik uit het water in het zand. Dus nu zie je ze niet per se lopen of zo. Ik ga misschien wel even kijken hier zo meteen. Iets voor 5 euro voor 15 dingen of zo. Ik heb het allemaal handgemaakt. Het ziet echt heel mooi uit. Maar daar komen die nog een keer. Ik had denk ik wat geld mee. Dus daar wel ik van. Hier heb ik het ook heel veel souvenirs gehad. Dat was echt gewoon een soort dingetje voor 5 euro. En ik heb het geld er wel voor over. Maar ik had het idee dat hier gewoon door de fabriek is gemaakt in plaats van met de hand. En dat vind ik toch wel iets speciaals om mee te nemen dat de hand is gemaakt in plaats van allemaal door de fabriek. En er locals zelf, dat zeg maar die ook, ja, dus je ook daar iets van aan kan bijdragen voor hun, zeg maar, van die doe. Dus ja, kijken. Zeg maar ook die man net over van die girafjes te koop, ja. Super schattig, zo'n beeldje met een giraf, zo'n giraf, zeg maar. En als ik de lievelings zeg van oma, tenminste, dat zei ze wel altijd. En ik dacht van ja, ze zijn in Afrika, dus op het continent Afrika natuurlijk, en dat had ik er eens mee te nemen, ook voor jezelf. Want als je niet koopt, dan is het gewoon een magneet of zo. Maar er zitten oprecht echt hele mooie dingen om ook in huis te zetten. Dat is echt ideaal. Ik heb ook allemaal zwerven hier rond. Ik heb heel veel ezels gezien. Ze nu weer een hondje in het water. Super schattig. Want mensen zijn super lief tegen de dieren. Heel veel katten. Allemaal zwerfdieren, maar een beetje dun. Maar alles, iedereen is gewoon lief. De dieren zijn echt super lief. Dat is wel echt heel fijn om te zien. Wij zijn even opgefrist en we zijn nu onderweg gaan lopen naar een restaurant. Het is nu 9 uur ongeveer, hier wordt het om 7 uur donker. Maar in ieder geval is er nog één restaurant waar je dan dus à la carte hebt. Dus daar gaan we dus nu heen. Dat is wel leuk. Ik heb blijven zitten voor de verandering. En dan moet je ook allemaal registreren. Echt vet weer van tevoren. Anders dan is het allemaal vol. Dus ik denk de eerste dag is gedaan. Wij zijn vandaag net bij het zwembad geweest. Het is vandaag onze laatste hele dag. Ik ga morgen terug naar Nederland toe, helaas. En ja, vandaag even lekker gewandeld langs het strand. Even souvenirtjes gehad, want ik had toen die man beloofd dat ik terug zou komen morgen vandaag. En ja, ik ben blij. Ik heb echt gewoon 2 gratis armbandjes gekregen. En ik heb nog een gratis magneetje gekregen. En hij heeft me echt heel veel korting gegeven. Dat was helemaal niet de bedoeling, want ik bedoel, ik wil nog wel betalen. Maar ja, ik had gewoon niet goed genoeg geld mee. Ik zei ook van ja, je kan ook gewoon wel een paar terugleggen. Je maakt me ook niet uit. Want ik wil niet meer korting hebben. Want ik kan die mensen echt ook wel echt gewoon geld is natuurlijk. Maar super lief, ze moet ik al gewoon meenemen. Niet gratis, ik heb al gewoon 20 euro betaald of zo. Maar alsnog. Alles heeft in mijn tasje gezitten. En ik zit dus al mijn souvenirtjes in. Ik heb als eerste deze schattige giraf. En die heb ik al voor mijn oma gegeven. Dat is haar lievelingsdier. Nog een grote shell, want ik vond deze ook heel erg leuk voor in mijn eigen huis. Voor in mijn kast of zo. Heb ik nog een kat, want dat vond ik ook wel heel leuk. Die zou ik eigenlijk aan mama geven. Ik weet niet, vond ik wel gewoon een mooi beeldje. Ik hou wel van katten en zij volgens mij ook wel. Dan heb ik nog een mooi olifantje. Is ook heel schattig voor mijn zusje. Gewoon een cute klein beeldje. En dan heb ik nog een grote olifant van papa, denk ik wel leuk. Heel mooi. En dan had ik dus maar deze gratis gekregen. En dit is een schildpad met Cape Verde en dan No Stress. Echt, dat is echt hun motto hier. Dus dat is leuk om daar aan herinnerd te worden altijd. Want in Nederland heb je zo'n gestrest maatschappij. En hier is het gewoon chill. En dan heb je gewoon van herinneringen aan. En het is natuurlijk gewoon geen wat goed hart. Ik had eerst dit armbandje gekregen. Moet ik uitkiezen, heel lief. Dan schelp is ook wel mooi. En dan deze ook nog gekregen. Die is er met mij omgedaan. Wij zijn onderweg naar
Dat lag erop. Want daar worden we opgepikt door de, ik wil taxi of zo, voor zeehond, wil ik zeggen, schildpadden te gaan spotten. Het is nu ongeveer 6:30. Om 7:00 is het donker, dan komen die dieren dus zeg maar het water uit. En dan ga je dus dat gaan zien. Ik ga het een beetje als voor met filmen, denk ik, omdat het meer donker is. Maar ik heb wel zin in. Ik ook. With every passing. De koffers zijn alweer gepakt, dus het is tijd om naar huis te gaan. Nou ja, het was wel een leuke vakantie, dat was mooi. Vannacht ging ik daar ook nog een keertje op. Dus heb ik 4 keer opgegaan, dan was het helemaal niks. Dus dat is wel een beetje vervelend, voor de rest was het ook wel leuk. Ja, behalve dat was het heel leuk. Oké, heel dan kijk eens via koffers, mijn potvideo. Doei!